gasten, Tief en Mozy. Welkom bij een nieuwe duurste FUTDRAF Challenge video. We gaan vandaag proberen mijn record van vorige video te verbeteren. Want ik heb al één keer zo'n challenge gedaan in FIFA 20. Toen heb ik op de PC een team gehad van 16,3 miljoen coins. Op de PlayStation 4 was die 10,5 miljoen coins waard. En op de Xbox One was die 9,4 miljoen coins waard. Ik zal het even in beeld laten zien. Maar in ieder geval, dat gaan we dus proberen te verbeteren. Het is best wel bizar, die verschillen tussen consoles. PC is altijd vies duur. Maar in ieder geval, we gaan kijken of dat gaat lukken. En als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes zou super nice zijn als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf je op de hoogte van al mijn FIFA video's. En voetbal top 10 voetbal video's. Maar laten we maar beginnen. En ik begin met 4-3-2-1. Op zich een prima opstelling. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is wat we moeten krijgen zijn gewoon dikke icons. Ik denk dat deze icon het meest waard is. Of Eden Hazard. Nou nee, ik ga voor deze icon. Weet je, icons zijn eigenlijk standaard gewoon veel waard. En het is inderdaad goed dat ik voor deze ben gegaan. Want hij is meer dan 1 miljoen coins. Dus op zich begint dat wel lekker. Oh, trouwens. Ik moet dat niet vergeten. Ik moet mijn coins natuurlijk ook opnemen. Oké, dan komt nu in het beeld de coins. Daar kom ik gelukkig net op tijd achter. Het zal wat zijn geweest als ik aan het eind van de video erachter zou zijn gekomen. Dat ik de coins niet had opgenomen. Dat zou echt fucked up zijn. Maar we krijgen nu Messi. Wat natuurlijk ook een goede speler is. Van ook meer dan 1 miljoen coins. Dus we hebben nu 2 spelers. We zitten al dik over de 2 miljoen coins. En op de PC al dik over de 3 miljoen coins. Maar ja, op de PC is natuurlijk alles duur. Dit maakt helemaal niks uit. Dit is niet goed. Maar kom op. Linksbuiten, eventjes een dikke... Wat is dit? Wow, dit zijn wel 2 hele slechte spelers achter elkaar. Ik klik meteen door, want dat boeit echt niks wie je dan krijgen. Ik denk dat deze Inform het meest waard is. Ga ik vanuit. Nou, 29.000 coins was die. Dat schiet niet echt op. Ik heb gewoon spelers nodig van meer dan 1 miljoen. Pogba is denk ik wel wat meer waard. Die zal geen miljoen waard zijn. Maar ik denk dat die wel over de... Oh, de 250. Ik had eigenlijk verwacht dat die wel rond de 400k zou zijn of zo. Dan valt 250 eigenlijk wel mee. Maar dit gaat nog niet extreem lekker tot nu toe. Weet je wat? Ik ga even naar reserves. Want bij reserves krijg je meestal nog wel een paar echt goede spelers. Maar ik heb echt spelers nodig van dikke miljoen. En Neymar is op zich wel chill. Die is denk ik wel richting de miljoen. Maar we moeten nog even een icon krijgen die miljoenen coins waard is. Komen op zich ook prima. Kom op, een zieke icon. Of weet ik veel, Ronaldo, dat zou ook chill zijn. Modric in vorm is trouwens ook wel prima. Zijn allemaal wel dure spelers die ik krijg op de bank tot nu toe. Maar niet de allerduurste. Dit lijkt er al meer op. Luis Figo of Hazard. Ga even kijken wie meer waard is. Oké, dat is duidelijk. Luis Figo is veel meer waard. Die is 800k waard en Hazard was nog niet eens 300k waard. Dus dat is dan een makkelijke keuze. We gaan nu voor de bruine. En dan hebben we nu nog 1 kans. Oh nee, nog 2 kansen op een hele zieke aanval. We krijgen nog Cristiano Ronaldo in farm. Oké, okay. Nice. Dit kan toch nog een ziek duty worden. Mijn basiself viel mee. Ja, we hadden Messi en die Icon natuurlijk. Maar voor de rest viel het wel mee. Maar mijn bank maakt het weer helemaal goed. Dan denk ik dat dit toch een extreem duur team gaat worden. Ik weet niet of dit zeg maar de 16 miljoen gaat verbeteren. Maar we gaan het sowieso in de buurt komen. En dat is wel nice. Maar ik doe de laatste paar spelers even voor mezelf. En dan laat ik het eindresultaat zien. Oké, en dan is dit de laatste speler. Dus dan heb ik ook nog Smichael icon. Dat is wel nice. En we hebben ook nog Ramos gekregen. Ik ga gewoon alle dure spelers erin zetten. En dan zien jullie zo meteen het eindresultaat. Maar dit wordt echt een ziek team. Dit is echt niet normaal. Oké, uiteindelijk valt het dan toch wel een beetje tegen. Ik had eigenlijk verwacht dat het team nog duurder zou zijn. Maar het valt dus mee. Het is op de PC meer dan 10 miljoen. Echt net boven de 10 miljoen. En op de PlayStation 4 en op de Xbox One rond 8, 7 miljoen. Maar in ieder geval, dat is nog dik onder mijn record. Dus we gaan gewoon lekker snel door. En dan moet ik zo meteen dan maar een team krijgen met Pelé of zo. Want anders gaat het denk ik niet lukken. Oké, we hebben nog wel de bank Ronaldo en Mbappé in vorm gekregen. Maar voor de rest eigenlijk niet extreem goede spelers. We kunnen nog even deze twee doen. Dat zijn nog middenvelders. Dan kunnen we eventueel nog Pelé krijgen of zo. Weet je, als we die dan nog krijgen, dan zou het kunnen. Maar als we nu geen Pelé krijgen, dan gaat het deze draft niet meer lukken. Oké, nee, we gaan door naar de volgende. Dit gaat niet een betere draft worden dan mijn vorige. En helemaal niet beter dan mijn record. Oké, nice. We hebben de perfecte FUTDRAFT opstelling nu. We hebben 4-5-1. Dan heb je 2 centrale aanvallende middenvelders. Maar je hebt ook nog plek voor rechtsbuiten, voor linksbuiten. En we beginnen met Messi. Dus dat is wel heel chill. En dan hoop ik dat ik als aanvallende middenvelder dus een zieke icon kan krijgen. Vaak is dat wel het geval. Maar we hebben dus nu Messi. Dus dat is al meer dan 1 miljoen coins. Oh shit. Oké, nee. Geen icon. Maar we hebben nog een kans. De bruine is trouwens ook wel wat waard. Nou, bijna 200.000 coins. Maar dan hebben we nu misschien kans op een zieke icon. Alsjeblieft. Nee. Oh, trouwens, die Dybala is ook prima. Dat is denk ik ook wel een dure speler. Dat weet ik trouwens haast wel zeker. Die is 675.000 coins waard. Oh, dan moet ik hem wel aantikken. Ja, zo, dan is hij nu toegevoegd. Oké, maar dan hebben we helaas
weer geen zieke icon. Oh, dit is echt fucked up, man. Dan gaat het nu weer heel lastig worden. Maar misschien dat het nu wel beter gaat. Hangt er natuurlijk ook vanaf wat we op de bank gaan krijgen. Ja, dit is het ook allemaal net niet. Het zijn allemaal spelers die eigenlijk niks waard zijn. Ik ga voor Wijnaldum dan. Weet je, die spelers zet ik uiteindelijk toch op de bank. Want ik weet zeker dat ik bij reserves nog wel meer duurdere spelers ga krijgen. Dus daar gaan we nu ook meteen heen. En dan ga ik daarna de verdediging doen en de rest van de bank. Maar kom op, dan hebben we nu echt betere spelers nodig. Een zieke icon of gewoon nog Cristiano Ronaldo in vorm. Dat zou ook prima zijn. Maar weer Luis Figo. Dit is al de derde draft achter elkaar dat ik hem krijg. En ik kon er net ook voor gaan. Toen ben ik uiteindelijk voor Messi gegaan. Maar ik had hem toen ook al kunnen kiezen. Dus het is echt niet normaal hoe vaak ik Luis Figo krijg tot nu toe. Alleen nee, ik denk niet meer dat dit het gaat worden. Of we moeten nu even iets krijgen. Oh, nice. Weer deze icon. Oké, dit is al ook de tweede keer dat ik die krijg. Volgens mij heb je altijd in een draft, elke week of zo heb je een paar icons waar de kans groot is op dat je die dan krijgt, zeg maar. In ieder geval, volgens mij is dat echt het geval. Ik weet niet helemaal zeker of dat zo is, maar ik heb wel het idee dat dat zo is. Maar ik ga toch deze draft even afmaken, want we hebben nog Neymar gekregen. We hebben Cristiano Ronaldo gekregen. Dus best wel wat goede spelers. Mochten we nog een hele goede speler krijgen, dan krijgen jullie die ook nog even te zien. Maar op zich best wel wat nice spelers gekregen op de bank. Nou, deze draft is ondertussen ook klaar. En het is eigenlijk wel vergelijkbaar met mijn eerste draft qua waarde. Net op de PC ook boven de 10 miljoen. Maar het is niet voldoende. Ik weet niet of het gaat lukken, jongen, mijn record verbreken. Dit is echt lastiger dan wat ik dacht. 16 miljoen coins is dus eigenlijk heel veel. Alleen toen was de draft, zeg maar, toen ik die video had opgenomen, waren de spelers ook nog wat meer waard. Dus misschien dat het daardoor toen ook wat makkelijker ging. Maar in ieder geval, we gaan het gewoon nog een paar keer proberen. Ik wil het eigenlijk halen, deze video. Nou, oké, nee, deze draft is het ook totaal niet geworden. Net iets boven de 8,5 miljoen coins op de PC. Wat is dit? Hoezo gaat dit zo lastig? Ik heb nu al 4 drafts gedaan en nog in 1 keer ben ik echt in de buurt gekomen van mijn record. Maar we gaan het niet opgeven. We gaan het nog eventjes door. Ik doe nog 2 en maximaal 3 drafts. En dan hoop ik dat het in een van die drafts nog gaat lukken. Oké, weet je wat? Ik ga nu voor een opstelling met 3 centraal aanvallende middenvelders. Dan is de kans nog groter dat we gewoon een zieke speler krijgen. Oh, we kunnen voor Neymar meteen gaan. Die belandt op de bank, maar dan hoop ik dat we nu een keertje Pelé of Maradona of zo kunnen krijgen. Man, oké, we beginnen met Dybala, wat op zich best wel prima speler is. 750.000 coins of zo. Maar come on, nee. Dan hebben we nu nog 1 kans. Alsjeblieft, laat het nu even de zieke zijn. Nee, oké. Dit is zo verkap. Oké, ik zie jullie weer als deze draft klaar is. En ik probeer er nog wat van te maken, maar dit gaat wel lastig worden zo. Wat? Oké, ik dacht eventjes, ik ga verklozen, maar deze kerel is gewoon veel meer waard. Hij is gewoon meer dan 1,5 miljoen. Hij is gewoon meer dan 2 miljoen op de PC. Dat is wel heel ziek. Die ballen moet ik trouwens ook nog toevoegen. Dus dan, op zich gaat het dan nog niet eens heel slecht. En we hebben ook nog Neymar op de bank. Dus misschien dat deze draft dan toch nog iets gaat worden. Misschien was ik iets te snel met mijn conclusie. En Kante is sowieso ook veel waard. Dat kan niet anders. Kante, die kerel is ook nog 1 miljoen coins waard. Oké. Nice, en als we dan zo meteen op de bank nog een Ronaldo en Messi krijgen, dan kan dit misschien in ieder geval de duurste draft worden van vandaag. Ik denk dat deze het duurste is. In ieder geval ga ik vanuit. Oh, nou, hij was 35.000 coins. Oké, toch niet zoveel. Maar in ieder geval, we gaan nu verder met de bank. En hopelijk krijgen we dus Ronaldo, Messi, dat soort spelers. Nou is Mané op zich ook wel prima, maar het is geen speler die miljoenen coins waard is. En dit lijkt er al meer op. Volgens mij is Luis Figo het meest waard, dus ik ga maar voor hem. Of weer Luis Figo, hè. Dat is echt minimaal hoe vaak we die krijgen. Op zich. Ik denk deze kerel. Die Champions League kaarten zijn namelijk best wel wat waard allemaal. Vooral die Kante, daar had ik echt niet verwacht dat die zoveel waard zou zijn. Ik ga nu wel voor Lewandowski. En dan is dit de laatste kans op Ronaldo of Messi. Oh nee, trouwens, hierna hebben we nog 1 kans. Oh, maar we krijgen ze allebei. Maar Messi is meer waard, dus dan ga ik voor Messi. Oh, dat is nice. En dan kunnen we nu nog eventueel Ronaldo krijgen. Dat zou ziek baas zijn. Die krijgen we niet. We krijgen wel andere goede spelers. Ik denk dat Griezmann of Bill. Bill is misschien ook wel veel waard. Ja, Bill is gewoon 1 miljoen coins waard. Oké, dan ga ik voor Bill. Oké, nice. Dan hebben we toch nog een paar spelers die echt vet veel waard zijn op de bank. Dus die zet ik zo meteen in mijn basiself. En dan denk ik wel dat dit de duurste draft gaat worden van vandaag tot nu toe. Maar we gaan hierna sowieso nog door. Want het gaat niet een nieuw record worden. Dat wordt deze draft sowieso niet. Eindelijk, dit begint er een beetje op te lijken. We hebben nu op de PC ongeveer 12,5 miljoen coins. En op de PlayStation 4 zitten we nu over de 10 miljoen coins. We zitten op de PlayStation 4 en op de Xbox One bijna op mijn record. Dit scheelde echt serieus 400.000 coins of zo. Dus we zijn er echt bijna. Wat een team is dit, jongen. Oké, nice. Dat betekent dat we in ieder geval nu in de buurt komen. Maar we gaan nog maximaal 2 drafts doen. En dan hopelijk gaat het een van die drafts lukken. Maar dit betekent in ieder geval veel goeds voor de volgende drafts. Oké, nou dit had ik ook niet zien aankomen. Ik begin de volgende draft en we krijgen gewoon meteen 4 icons. Dit is echt niet normaal. Ik denk dat Socrates het meest waard is.
is? Ja, dat moet haast wel. Ja, dus ik, of Socrates moet ik zeggen. Ja, die is meer dan 1 miljoen coins waard. Dus ik ga er gewoon voor. Maar wat is dit een lekker begin? Oké, dan hoop ik dat we gewoon nog een zieke icon kunnen krijgen als centraal aanvallende middenvelder. Krijgen we nu niet? Dan moet hij nu tevoorschijn komen. Maar zoals we net hebben gezien, als we ze niet meteen krijgen, wat we nu ook niet krijgen, dan kan het toch nog goed komen. Want net ging het uiteindelijk ook helemaal goed. Uiteindelijk. Maar we beginnen op zich nog redelijk, want we krijgen nu ook nog Mbappé. Maar ik zie jullie zo meteen weer aan het eind van deze draft. En hopelijk hebben we dan een nieuw record. En Kante is ook gewoon 1 miljoen coins waard. Dus dat is ook chill. Oké, uiteindelijk valt het nog mee. Deze draft is net iets minder dan de vorige. Maar dan doen we tot slot nog één allerlaatste draft. En dat is mijn laatste kans op een goede draft dan nog, die meer waard is dan mijn record. Ik hoop echt dat het gaat lukken, maar het is zoveel lastiger dan dat ik dacht. We komen echt wel steeds dichterbij in de buurt, dus dat is wel mooi. Nou, laatste draft, we beginnen niet extreem lekker. Dit is wel een beetje fucked up. Nou, dan hoop ik dat we nu in ieder geval weer kant in krijgen. Dan moeten we wel de goede kant in krijgen. Dan hoop ik dat we nu de goede kant in krijgen. Zal wel nice zijn. Oh, we krijgen wel een icon. Gattuso, dat is op zich ook wel nice. Die is toch weer 400k erbij of zo. Maar het is nog niet echt geweldig. Dus dan hoop ik dat we bij reserves dan nog iets krijgen. En anders doen we nog een allerlaatste draft. Ik wil wel afsluiten met het team die in ieder geval gewoon goed is. Niet met het team die een van de slechtere is van deze video. Dat vind ik niet leuk. Oké, nee, weet je wat? Dit wordt hem toch niet meer. We gaan even deze voltooien en dan doen we toch nog hierna nog een draft. Nou, dit wordt echt de allerlaatste draft. Dan heb ik volgens mij 8 drafts gedaan in totaal. Dat is echt niet normaal. Ik ga wel voor 4-5-1 aanvallend. Is een hartstikke chille opstelling. En dan gaan we daar nu echt als laatste voor. Hazard of Giggs? Oké, Giggs is iets meer waard. Scheelt niet heel veel. Maar het is dan toch de moeite waard om hem voor te gaan. Weet je, als hij iets meer waard is, dan raak ik er natuurlijk voor. En dit is wel fucked up. Kom op, nu hebben we een goede icon. Alsjeblieft, in de laatste draft. Nee, helaas. Oké. En dan wil ik deze draft wel goed afsluiten. Dus kom op. Oké, kijk, dit lijkt er al iets meer op. Deze kerel is zoveel waard. Volgens mij, hij is meer waard als, Ronaldo. Ja, het is echt niet normaal. Heeft hij... Oh, hij heeft 5 sterren weak food. Dat scheelt natuurlijk ook wel iets. Ik vind het echt bizar hoeveel die waard is, zeg maar, voor zijn rating als spits zijnde. Maar we gaan even verder naar reserves. En dan ga ik hier even alle spelers bij langs. En ik ga dit gewoon lekker voor mezelf doen. En als we iets goeds krijgen, krijgen jullie dat te zien. Koeman. Ik heb best wel wat. Ik kijk even wie het meest waard is. Oké, ik denk dat Hagi sowieso het meest waard is. Ja, sowieso meer dan Van der Sar en Koeman. Dus dan gaan we voor Hagi. Maar ik zie jullie weer als we nog een keer echt een goede speler krijgen. En dit valt wel ondergoed. Messi. Oké, nice. Dit kan er misschien toch worden. We hebben nu al 3 icons. We hebben in voor Messi. Als we dan ook nog... Oh, nee. Oh, shit. Ik wou niet voor Bill gaan. Die heeft natuurlijk ook nog kaart van 1 miljoen coins. Maar daar is het nu te laat voor. Maar als we dan nu ook nog Ronaldo kunnen krijgen, zou helemaal nice zijn. Neymar hebben we nu ook gekregen. Kom op. Ronaldo. Nu niet. Maar dan kunnen we nu nog steeds Ronaldo krijgen. Dan moet het nu gebeuren. Anders krijgen we hem niet meer. Ja, we krijgen hem nog. Oh, dit is wel nice. We hebben Ronaldo, Messi, 3 icons. Als we nu nog een paar goede spelers krijgen die veel waard zijn, dan zou het kunnen lukken. Kijk, dit zijn spelers die toch bij reserves belanden. Maar het zou misschien kunnen lukken. Ik denk de Gea. Misschien iets meer waard dan te stegen. Het zal trouwens niet heel veel schelen. Maar die belanden trouwens ook bij, op de bank bij reserves. Maar kom op. Nou, weet je wat? Ik skip gewoon weer. Ik zie jullie weer als ik iets goeds krijg. Nou, oké. Het valt uiteindelijk nog mee deze draft. Ronaldo en Messi hebben natuurlijk nog best wel goed gemaakt. Maar uiteindelijk weer rond de 10 miljoen coins. Ik weet niet hoeveel drafts we hebben gekregen boven de 10 miljoen coins. Maar volgens mij zijn alle drafts boven de 10 miljoen coins geëindigd. Dat is wel niet normaal. Dan hebben we 8 drafts gemaakt met meer dan 10 miljoen coins. Maar geen één keer de 16 miljoen coins die ik heb gehaald de vorige keer op de PC, zeg maar. Maar we komen wel in de buurt van de PlayStation en Xbox. Maar zelfs dat hebben we net niet gehaald. Maar misschien dat het de volgende keer wel gaat lukken. Als jullie willen dat ik hier binnenkort nog een video over maak, laat het maar weten in de comments. En dan gaan we dat proberen wel het record te halen. Maar dat was dit. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!